Jij moet wat hoger staan. Hoi allemaal, super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. Ik ben vandaag bij een congres geweest. Dit is een samenwerking van het instituut uit Manchester en het AMFI. We have put together a beautiful program for today around the theme of sustainability. Duurzaam omgaan met bijvoorbeeld kleding. Want kleding is een van de grootste waste, dus afvalproducers van de wereld. Ik ben hier bij het Hermitage Museum en hier zijn de lectures. Deze dag begon met 4 lezingen. En de eerste lezing was van Jimmy Nelson. Dat is namelijk een fotograaf en die fotografeert verschillende culturen. De manier waarop hij sprak over zijn passie en hoe hij eigenlijk zijn verhaal zo duidelijk maakte door te vertellen wat hij echt heel interessant vond. Was ja, super mooi. Dat is ook misschien iets wat ik aan jullie dus kan meegeven. Dat bijvoorbeeld bij een intake van school. Laat echt zien waar jouw passie ligt. En niet een standaard verhaaltje wat je moet vertellen. Maar als je het op je eigen manier vertelt, dan komt het echt over. Dit verhaal kwam echt binnen. I think the best way to describe it is perhaps we're going to discuss whether I'm sustainable. In the context of what I'm trying to do and trying to achieve. De tweede spreker was Mihela en die sprak over Patagonia. Dat is een brand dat gaat over outdoor kleding. En zij vertelde daarbij hoe zij duurzaamheid gebruikte en hoe dat eigenlijk een van hun grootste succesfactoren is geweest. This is my grandmother and myself. You can see the fashion at that time was very different than it is today. Or maybe not. En de derde spreker was Isaac Nicholson. En hij vertelde over het Upcycle Textile System bedrijf. En dat bedrijf heet Recover. We've got a pretty serious problem on our hands, as you're all aware. And it's this. You know, we are in an incredibly creative and innovative industry that seems to be stuck in the past somewhat in terms of the impacts that we create. En de laatste spreker was Pascal Moreau. En zij vertelde over hic.org. En dat is een website waarbij je als bedrijf kan kijken naar hoe sustainable je bent. En hoe je op een rangorde van alle bedrijven staat. En wat me verbaasde is dat aan bepaalde duurzame organisaties, H&M, Zara en Primark ook meedoen. Dus hoe slecht we eigenlijk dachten dat de Primark, H&M en de Zara waren, valt dus eigenlijk allemaal wel mee. Dus daar ben ik wel blij mee. Dus ook voor jullie een tip, dat duurzaam echt belangrijk gaat worden. Is het al, maar het gaat het natuurlijk nog meer worden en dat zullen jullie steeds meer in de opdrachten gaan merken. Well, actually all that competition is now over in the sustainability world. It's really about collaboration. Ik ben samen met mijn vriendinnetje Olijn en wij hebben een lunch gepregeld. Alsof we kleine kinderen zijn, een lunchpakketje. Wij gaan het overleven hier. We gaan nu varen richting het Amfi. Vitamintjes voor nog meer inspiratie. Op het Amfi waren er nog verschillende parallel sessies die je kon volgen. En wij hebben die van technologie gevolgd. En het ging een beetje over 3D prototyping. Dus dat is hoe je kleding op de computer kan maken, ontwerp eigenlijk. Vond jij dit interessant? En ja, wil je hier meer over weten? Klik dan eventjes hier, denk ik. Of hier. Een van de twee. En ga dan even naar de website, dan kan je er meer over vinden. Ik vond het persoonlijk heel leuk. Het mooie was eigenlijk ook, wat ik echt meekreeg uit deze lecture, is dat docenten tegenwoordig ook niet meer alles weten. Dat er nu een verandering in het onderwijsproces zal ontstaan. En dat het veel meer gaat om samenwerken. Want de informatie is overal vandaan te halen. Nu is het alleen een kwestie van samen dit proces leren en er voor elkaar zijn om elkaar te helpen, om het beter te begrijpen. En dat is de uitdaging, denk ik, voor alle studenten en alle docenten. En ik heb nog wel één vraag voor jullie. Waar vinden jullie het leuk om een video over te krijgen van mij? Zodat ik echt een gerichte video kan maken voor jullie. Die jullie echt super leuk vinden om te zien. Zet het even in de comments hier. En dan krijg je een reactie van mij. En hierbij sluit ik gelijk deze video af. Dus, vond je dit interessant? Doe dan een blauw duimpje omhoog. En heb jij mijn vorige video nog niet gezien? Klik dan eventjes hier. En heb je een video van Jane van gisteren al gezien, dan hoef je hier natuurlijk niet te klikken. Heb je hem niet gezien, dan moet je hier wel eventjes klikken. En dan kan je gelijk hier zo abonneren. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie graag weer terug bij de volgende video. Doei!